Wetten die te maken hebben met de zorgsector worden geactualiseerd. Hiervoor zal in de resterende 13 maanden van deze regeerperiode de ondersteuning van de Nationale Assemblée nodig zijn, zei minister Umar Ramadien van Volksgezondheid afgelopen zondag bij het Gezondheidsfestival. De bewindsman zegt dat voornamelijk actualisering van de tabakswet nodig is. De wijziging van de tabakswet, beste mensen, is al goed voorbereid, ligt al bij DNA. De wet stamt af uit 2001 en de wet voldoet niet anno 2024 aan een aantal ontwikkelingen in de wereld. Zoals u weet, de groeiende tabaksindustrie, de gevaren voor tabak, voor de samenleving, voor onze jeugd, die moeten allemaal worden aangepakt, aangepast ook. Dus de wet is voorbereid, er komt meer enforcement in die wet. Dat betekent dat ook onze milieuinspecteurs procesverbalen mogen gaan uitschrijven. Er gaat meer controle moeten zijn, want een wet zonder enforcement is eigenlijk administratief. De topman van Volksgezondheid haalde verder aan dat de BIG-wet die handelt over de beroepen in de individuele gezondheidszorg ook gewijzigd moet worden. Deze wijziging zou volgens de bewindsman historisch zijn voor Suriname. Hoe weet u als burger, want dat heeft te maken met uw recht, hoe weet u als burger als u een kliniek binnenstapt, als er hier wel bekwame dan wel bevoegde personen werken? Hoe weet u dat die dokter inderdaad een beëdigde dokter is? Of is het iemand die gewoon een jas kan aantrekken en die in de kliniek werkt en zegt ik ben dokter en ik ga u behandelen? Hoe weet u dat die apotheker die daar een medicament aan u verstrekt en die moet die innemen, hoe weet u dat die apotheker inderdaad een beëdigde apotheker is? Dus al deze zaken worden vervat in een wet en die wet heet de BIG-wet, beroepen in de individuele gezondheidszorg. En deze wet is al in afrondende fase, we hopen het nog dit jaar aan te bieden aan DNA voor behandeling. Maar zo zijn er tal van wetten. We hebben recent nog een COVID-pandemie gehad. De wet bestrijding infectieziekten stamt af uit 1919, langer dan 100 jaar oud. En we weten dat deze wet ook aangepast moet worden. De minister zegt dat er nog tal van wetten zijn die gaan over de volksgezondheid die aanpassing nodig hebben. Hij noemde bijvoorbeeld ook abortus en euthanasie die een keer besproken moeten worden als gezondheidsrecht.